Zoveel herrie. Zoveel herrie. Hou je. Hou nou op, serieus. Kwart over drie. Het is sowieso al fucking donker. Ik zit hier met twee fucking lampen op mijn hoofd. Ja, echt op mijn hoofd. Het is fucking irritant. En nu is hij, dan film je alleen ook in het donker. Jongens, het is kwart over drie. Het is donker. En verder heb ik last van gillende mensen door mijn straat. Weet je, ik stop gewoon met filmpjes. Goed, jongen. Het zo. You two love me as such. I'm not a real talent. It's something I must admit. But I love you two love me as such. Dus we gaan beginnen. Hoi. Ik heb een pakketje gekregen van Flutterby Me Now. Ja, want ik had de shout-out gegeven en het was echt heel grappig. Want ik had iedereen die ik shout-out gegeven, welke haalde ik op Twitter. En ze begonnen allemaal zo. Huh? Ik heb echt veel abonnees erbij in een half uur. Hoe kan dat? Zo, ik heb echt ineens vet veel abonnees. Dan moest ik lachen. Sommige duurde heel lang voordat ze door hadden. En dat vond ik grappig. En ik hoop dat jullie... Dit is echt mijn kansloze dag voor filmpjes. Maar ik ga gewoon door. Want... Oh. Maar ja, dus nu gaat iedereen die ik een shout-out heb gegeven, gaat mij cadeautjes sturen. Nee. Nee, Iris die wou mij een cadeautje sturen. Zomaar opeens. Ze vroeg mijn adres en ik zat echt zo van... Oké. Waarom? Doe niet zo gek. Maar oké, ik had dus vandaag had ik het binnengekregen en het is echt heel leuk. Er zit een briefje bij met smiley. Ja, er staat... Lieve Sanne, hierin... En het is niet grappig als ik het eerst voorlees, want er staat er dat wat erin zit. Nou... Hierin zitten twee geurtjes van Tickle Pink Sensations. Twinkies en Tickle Me Pink. Heb ze beide dubbel omdat ze daar een van de best verkopende en lekkerste geuren zijn. Ik snap niet waarom je een geur dubbel hebt omdat ze het best verkopend zijn. Want als ze best verkopend zijn, zijn ze de hele tijd uitverkocht. Okay. Verder nog een Catrice poeder die je vast vreselijk stom vindt. En een BB Cream sample, want je verdient het. Liefst Iris. Oké. Ik heb dus een sample van BB cream. En hier ben ik heel erg naar benieuwd. Maar ik hoor heel veel gemengde reacties. Dus ik heb zoiets van, ik weet het niet of ik het ga kopen. Ik denk het niet, want het is best wel weer een beetje, nou, niet heel duur, maar ook niet goedkoop. Het is zeg maar een dagcreme en een foundation in één. Maar hij dekt wel als een foundation. Maar dan word ik ook, Iris vindt hem ook weer niet dekken. En Iris wordt er oranje van. En ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik had mezelf dus een shopverbod voor make-up opgegeven. En toen kwam deze poeder uit en toen had ik echt zoiets van, die wil ik. Maar ik heb hem niet gehaald. En toen ik van de week in de kruidvat bij ons was, was die al heel erg uitverkocht. Anders had ik hem denk ik wel meegenomen. En zij, Iris zei, ja, kijk, ik heb deze poeder, ik heb hem twee keer gekocht als backup. Ik dacht echt zo. Oké, dus en er komt een limited edition uit en jij koopt daar twee dingen van. Wat een aas zo. Nee, zo niet, nee. Maar echt twee dingen. Ik zou dat echt, ik zou dat dan weer niet doen. Ik zou sowieso dit nooit opmaken, denk ik. Of hoeveel zit er eigenlijk in? 8 gram, dat is best veel. Maar dit is dus de highlight powder van de Urban Barocca lijn. Hij is heel mooi. Ik heb hem nu ook op.
En hij ruikt wel heel sterk. Ik vind hem. Heel veel mensen zeggen dat hij naar Zwitserland rookt. Maar niet echt. Het is een beetje gemengd bloemiger met Zwitserland. Het is wel lekker, maar ik merkte toen ik het op mijn gezicht deed dat ik het nog steeds rook. Het is wel een zware lucht, maar hij is zo mooi. So pretty. Ik ben zo blij mee. En dan nog twee dingen die ik echt al super lang wou, maar dat kon niet meer, want Tickletpink Sensations was ermee gestopt. En ik had er nog nooit besteld en ja, Iris had er echt, ik weet niet, 30 flesjes van Tickletpink. Tickletpink Sensations. Dus ik had echt zo van, zo! En nu heeft ze me dus twee aan mij gegeven, vind ik echt super lief. Dit is Twinkies, denk ik. Het ruikt echt wel sneller. Ik weet het niet. En deze? Kijk, cute. Deze is. Deze Twinkies. Die doet mij aan iets denken. Het ruikt echt super zoet. Maar we houden van zoet. Ja, ik weet niet. Het ruikt naar iets van eten of zo. Oh, het, als je het ruikt, dan denk je echt ja, dat. En ik kan echt niet opkomen. Waar ruikt het nou naar? Oh, super zoet. En dit. Sorry, ik ruik nu super zoet al. Die ruikt iets frisser. Tickle me pink. Ja, die ruikt niet zo overdreven. Dit ruikt echt naar snoepjes. Maar het ruikt ergens naar. Ik kan er niet op komen. Deze ruikt meer een beetje, ook een beetje, wel zoet, maar ook een beetje citroen erdoorheen. Die is lekker. Woehoe! Deze gaat, mensen gaan alleen niet zo dicht. En hij lekt. Kijk hoe leuk! Ik heb lekker Tickletpink. Nee, ja, deze heet Tickletpink. Ik heb lekker Tickletpink te zeggen. Zo leuk. Ik ben er heel blij mee. Dus ik wil je bedanken. Met heel mijn hart. En ik vind het echt heel lief. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Oh, ik had trouwens nog iets gekregen. Deze van L-A-I-N-E gekregen. Lion. Ik kan het niet uitspreken. Ik ga het sowieso fout doen. En schaam ik me voor. Sorry. Maar ik zag dit en ze wilde het voor me kopen. Dat vond ik echt heel lief. Kijk. Mopzond. Hij is echt heel cute. En zegt, I am your friend, take me home. Zo goed. Die heb ik dus ook al gekregen van iemand. En mensen vragen steeds om mijn adres. En ik vind het echt heel lief en zo. Maar het is wel een beetje gek. Nou, dit was het meest kansloze filmpje ever. Iedereen heeft het weer lekker verpest. Maar maakt niet uit, joh. Hè? Maakt niet uit. Dus ik wil jullie echt super erg bedanken. Ik vind het echt te gek. En ja, ik weet het niet. Ik vind het heel lief. Dankjewel.